Wat we gaan doen is een gerechtje maken met groene asperges. Het klinkt raar, maar het is een beetje een overblijfsel na de witte asperges. Zijn we het met groene asperges gaan doen. Hebben we een paar elementen weggehaald uit het gerecht. Maar het is misschien nog wel een zuiverder, mooier gerecht geworden. We schillen ze en dan zetten we ze eigenlijk op met zo warm mogelijk water. We garen ze eigenlijk à la witte asperges. Dus we koken ze en bewaren het in hun eigen vocht. En daardoor krijgen ze zoveel meer smaak dan wanneer je een asperge alleen maar kort even blancheert. Die smaak, dat verschil is ongelooflijk. Bij het gerechtje komen straks wat zeegroenten, zeemelden en wat schorrekruid. Al twee heel heerlijk als je ze even licht stooft. Dit is eidooiencrème. Dit zijn eieren, die bevriezen we. Die gooien we gewoon zo in een hele tray in de vriezer. Die laten we 2 dagen staan. En dan ontdooien we de eieren eigenlijk. En wat er dan is gebeurd is dat de eidooiers allemaal hard zijn geworden. Die pellen we allemaal. Spoelen we heel even af en dan drijven ze door in de blender. Er gaat goed wat zout bij, peper. En je zal zien, dit smaakt echt naar een eitje wat al perfect op smaak is, zeg maar. Het heeft een hele mooie structuur. Met deze asperge komt een soort warme mayonaise van ham. Dus eigenlijk hebben wij boter gewoon in de pan gegooid. Daarbij hebben we dun gesneden ham. Mooie ambachtelijke achterham. Hebben we erbij gegooid, bijna zo'n stuk. Of 5 kilo boter. En dat laten we trekken. En al die smaken die komen dus in de vaste stoffen. Je ziet hier ook, hier zit alle smaak van de ham, die zit hier allemaal in. En we gaan zo direct dus een mayonaise maken op basis van eidooien. Dit is ongeveer 50 graden, 40 graden. En dat gaan we zo opmonteren. Manus gaat het even laten zien. Dit is 1 liter van die hamboter. 100 milliliter eidooier. Dat is langzaam bij elkaar mixen. Net zoals je mayonaise zou maken. Tijdens het trekken van de ham in de boter houden we het onder het kookpunt. Dus ongeveer 80, 90 graden. En dat laten we ongeveer een uurtje wel opstaan. Je wil niet dat het te veel kookt, want dan reduceren al die vaste delen te veel. En dan hou je eigenlijk te weinig smaak over. Daarna mixen we die hele boter met de staafmixer. Zodat alle smaken nog helemaal vrijkomen. En dat doen we door een zeef heen. En dat is dus de basis van deze boter. Het is een beetje een soort Hollandaise-achtige structuur. Als het goed is hoeft er bijna geen zout bij. Want al dit zout van die ham zit allemaal in dat laatste beetje van die vaste delen die er erin heeft gedaan. Daar zit alle smaak in. Wij laten dat gewoon hier zo staan. Beetje warm. Deze variatie kun je ook maken met spek. Gerookte zalm kun je laten trekken in boter als je zou willen. Alles waar goed veel smaak aan zit kun je laten trekken in die boter. Je krijgt dus een wat subtielere versie daarvan. Het is natuurlijk wat romiger, wat vetter. Daar houden wij wel van in onze keuken. Kijk, Freek laat even zien hoe het echt moet. Daarna. Het is gewoon goed voor de rol. Wat aankomend jaar. Dit is gewoon lekker ontbijt, hoor. Dit is chef's breakfast. Dat is bizar ook. Oké. Gaan we het gerechtje even maken. Klein beetje beurre-monté. Zit onder in de pan. Beurre-monté maken we van het vocht van de asperges opgemonteerd met boter. Ongeveer half-half. Daarin warmen we dus de asperges weer op. Nu doet Manus de zeegroente even aan het laatste moment erin. Waardoor ze een klein beetje hitte krijgen. En worden ze ietsje minder... Ja, dat rauwe zit er dan aan. En zo eten ze gewoon nog iets lekkerder. Ook de boter komt erin en ja, geeft ongelooflijk veel smaak. Een klein beetje van de hamsaus. Het gerecht is niet geheel vegetarisch dus, maar er zit een kleine touch van vlees maar in. En dit is ook heel belangrijk. Omdat we zoveel vette elementen gebruiken, de boter en zo, dat snijden we doorheen met wat zoetzure shallotjes. Lijkt een beetje op de shallotjes zoals je die op een oester zou leggen. Beetje zeegroenten erbij. Bieslook. En een klein beetje van die eidooiencrème. Het ei met die asperge is wel echt heel mooi. Dat was hem.
Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.